Ik ben Hermien van de dienst Cultuur Vrije Tijd. En ik ga jullie een stukje voorlezen en iets vertellen over Meester Mitraillet van Jan van Tortelboom. Jan drukt de lezer meteen met de neus op de feiten, want de beelden die de schrijver oproept, die zijn zo krachtig nog voordat we weten met wie we te maken hebben. De moeizame pogingen van een meester om zich te integreren in het dorp, die wisselen af met herinneringen aan zijn jeugd. Zijn vader, die als klusjesman aan de universiteit werkt. Zijn liefdevolle moeder en zijn kleine broertje Henri, ofwel Rattenkop. Maar wanneer Rattenkop sterft in een tragisch ongeval, treft hem schuld. Zo voelt hij dat toch tenminste aan. Toen ik dacht mijn plek in Elverdingen als schoolmeester van de jongens van het zesde leerjaar te hebben gevonden, mijn waarde in dit leven te hebben ontdekt en de dood van mijn broertje voor zover mogelijk te hebben aanvaard, pakten de omstandigheden me bij de lurven en slingerden me in al hun onverschilligheid terug in de vergeetput van mijn verleden. Maar de sfeer die wordt grimmiger en wanneer Marcus verdwijnt, de leerling waarmee hij een bijzondere band heeft ontwikkeld, later dood wordt teruggevonden, krijgt meester Verbocht de schuld in de schoenen geschoven. Maar wanneer er definitief over zijn lot wordt beslist, breekt de Eerste Wereldoorlog uit en wordt hij naar het front gestuurd. En waarom noemen ze hem Meester Mitraillet? Kom het boek eens halen in de bieb, dan ga je dat ontdekken.